Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We begonnen de dag nog met zonneschijn, maar de bewolking nam toe. En de bewolking werd steeds dikker en dikker. Een lage drukgebied trok vandaag over ons land. Aan het begin van de middag lag dat eigenlijk over Noord-Frankrijk en uh, delen van België. En dat lage drukgebied koerst dan zo verder over Limburg naar het noorden van Duitsland. Bewolking neemt dat met zich mee en ook de neerslag. Regen valt er en op sommige plaatsen kan in de avond ook nog een klein beetje natte sneeuw vallen. De regen trekt dan weg, dan volgen nog wel buien en tussendoor dus ook een paar opklaringen. Temperatuur in de avond rond een graad of 4, in de nacht dalend naar een graad of 2 in het binnenland. Bewolking, een paar buien, hier en daar een opklaring tussendoor en een matige wind die westelijk van richting wordt eh, boven land en een krachtige wind langs de kust. Morgen ook een matig tot krachtige westelijke wind. Er valt een enkele bui. Een kleine kans dat er wat natte sneeuw bij zit, maar op de meeste plaatsen is de neerslag gewoon vloeibaar. Er kan wat zon bij komen tussendoor en het wordt 6 tot 8 graden. Dan de donderdag, de vrijdag en de zaterdag. Het blijft wat wisselvallig, met temperaturen van zo'n 5 tot 7 graden. Geleidelijk neemt de kans op een winterse bui wel weer toe, vooral op de zaterdag. En de temperaturen zijn dus redelijk normaal voor de tijd van het jaar. Tussendoor is er ook steeds ruimte voor wat zonneschijn. Nou, de temperatuur, wat gaat die dan de dagen daarna doen? In eerste instantie tot, laten we zeggen, eind volgende week... redelijk constant met overdagtemperaturen van een graad of 6. En in de nacht zitten we van tijd tot tijd dicht bij het vriespunt. Soms zelfs eventjes daaronder en de dagen daarna dus aan het eind van de volgende week zien we heel voorzichtig dat er wat stijging komt. Maar de pijl blijft nog blauw en dat betekent toch dat het nog zeker niet meteen zacht is. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.